Jullie zijn beachbikers, wielrenners eigenlijk. Um, want het speelt zich niet alleen af uh, op, het, uh, op het strand. Maar uh, in beachbiken wel verschrikkelijk goed. Um, Paulina, vrouwen gaan altijd voor. Dus um, uh, de mensen die denken beachbiken, beachbiken, beachbiken. Leg het eens uit. Nou, het is uh, wel makkelijk. Het zegt al: uh, beachbiken. Dus je rijdt eigenlijk over een stuk uh, strand of los zand heen. En uh, op een uh, soort van mountainbike. En uh, ja, daar rijden wij wedstrijden op. Ik word al moe bij het idee. <laughs> ook. Dat idee dat je echt daar gewoon door dat, zand, door dat zand, want dat is zo zwaar, lijkt me. Ja, soms uh, ja, ligt eraan. Soms ligt het toch wel hard bij. Als je net zeg maar het water uh, afloopt, dan heb je wel een donker gedeelte. En daar ligt het soms wel hard bij. Maar regelmatig is het toch wel uh, door het uh, zand heen stumpen, Ja. Maar is het dan weer anders als veldrijden? Stoep je dan niet zoveel? Ja, veldrijden is meer techniek en ja. uh, ook meer grasstroken natuurlijk. Bij het strand is het, ja, kan het hard zijn en dan kan het ook veel zacht zijn. En is ja, toch wel iets minder stoempen en bij ons is het minder explosief. Wel het woord stoempe. ik dacht even dat de verspreking was, maar het bestaat <laughs> nee, echt schijnbaar. Stumpe, ja, stoempen. <laughs> en stoempen is stoempe ligt... werken. Dat is stoempen. Da stoempen is, stoempe. is uh, ja, gewoon echt op zware verzet. en uh, dat je net iets te zoveel moeite moet doen om vooruit te komen. Oh, kijk dan. Ik, Heb je ik, weer geleerd, hè? Ik, ik stoomp ook wel af, alleen dan. Ja. dan, 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 dan ja, ik zit niet meer maar dat is mij ja. ook wel aan te zien. Ik zou iets ja. meer moeten stoempen. Ja. Maar uh, Ronan, uh, ja, jullie zijn ontzettend goed, maar hoe kom je er nou bij om te gaan beachbiken? Want ik, ik snap een hoop, hè. wegwielrennen, veldrijden, is allemaal groot. Um, nou, BMX zou dan ook nog kunnen als je toch per se op een fiets wil zitten, maar, maar beachbiken is niet het eerste waar je aan denkt. Nou nee, ja, in principe zijn we al bij wegwielrenners en uh, was het eigenlijk in de winter gewoon een leuke bijkomstigheid. En uh, een paar jaar geleden waren het ook maar een stuk of vijf, zes strandraces. Alleen de uh, laatste jaren is uh, het ja, toch wel sterk aan het groeien. En uh, ja, daardoor zijn wij ook steeds meer gaan doen. En ja, dat ging ons in het begin al goed af. En zijn we steeds verder mee doorgegaan. En was toen al love in the air? Uh, ja, uh, toen hadden we al iets, ja. Toen had ik al iets. Ja. Want hoe is dat dan gekomen? Struikel je. dat is de mooi? Struikel je ergens over een pedaal en toen ving hij jou op? Of hoe ging dat? Ja, zoiets. Nee. <laughs> Nee, nee we, we, kennen, ja, we fietsen allebei in het wielrennen. En uh, ja, de, de wereldje is toch wel in Nederland. Uh, kom je elkaar toch En toen stuurde hij jou duizend rode rozen. Of, hoe ging dat? Kom op. Ja. Nou, we kennen elkaar dus nog niet. <laughs> <laughs> Ik ben niet echt iemand die duizend rode rozen stuurt. Dus uh, nee. Wat heb je wel gedaan dan? Je hebt een keer de ketting gesmeerd. <laughs> ja, zoiets. Ja. <laughs> de band opgepompt. Ja. Nee, maar het is wel. Apart, jullie zijn ook een stelletje. Je zit heel veel op de fiets. Ik bedoel, gaat het thuis nog wel eens ergens anders over dan uh, over dat fietsen? Of is dat daar toch wel echt uh, 99% van de tijd, zeg maar? Nee, 99% van de tijd gaat over de hond. Oh, echt? En uh, 1% dan misschien over fietsen. Dus uh, het gaat de meeste tijd over de hond. Oké, okay, dus dit valt wel mee. Het is niet zo dat er, een, dat, dat er alleen maar over fietsen wordt gepraat. Nee, nee, valt al mee eigenlijk wel. Ik ben wel heel nieuwsgierig nu naar de hond, als ik zeg Die Moet zit zet... nu in de auto. Die, <laughs> die zit in de oh, die auto. Staat mee. Ja, die ja, die, okay. ja, die heb hadden... Ja, maar laten we hadden hem al mee naar binnen genomen. Ja, ja. je, nee, je ziet er allemaal katten en uh, dat was niet echt zijn ding. Dat zijn allemaal foto's, hè voor het geval dat ja, je denkt, maar... dat zijn allemaal foto's dit. Ja, hij is maar zo klein, dus uh, daar ben oh, je okay. bang voor. Nou, hij ja. zal het nog wel overleven. Nou, ik uh, ben wel benieuwd, naar, want het, 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 uh, uh, het beachbike seizoen, dat uh, staat weer uh, echt voor de deur. En op het E3-strand in Eersel, daar uh, staat de Brabant Beach Battle. Um, daar uh, gaan we het zo uh, zeker nog heel eventjes over hebben, want dat is dit weekend al, hè? Ja, en dan, uh, dan komen er ook wel allerlei kampioenschappen aan. Uh, die uh, ja, ook wel allemaal gewonnen gaan worden door jullie. Want dat is bijna gewoon ja, gemeengoed aan het worden. Dat is uh, normaal. Als jullie aan de start verschijnen, willen jullie hem. Zeker jij, Paulina. Ja, ik, uh, ik heb het wel smaak te pakken op het strand. Oh, God, zo, nou. <laughs>